De geschiedenis van dit terrein begint al rondom het jaar 1075. Dan wordt er hier een kunstmatige heuvel opgeworpen en daarop komt een houten kasteel te staan. Dat kasteel wordt later in baksteen opgetrokken, er zal hier een bakstenen toren hebben gestaan. En in 1420 beoorkomt de heer van Eindhoven dat hij in een nieuw kasteel gaat wonen. Dat stond 200 meter verderop hier. En hij geeft zijn oude kasteel aan de kerk om er een klooster in te stichten. Onze opdracht, laat ik zeggen, zagen wij toch als geen kloostergemeenschap binnen te houden, maar uit te stralen naar buiten. Omdat wij vinden en vonden dat de geest van Augustinus, want volgens die regel proberen wij te leven, dat de geest van Augustinus gericht is op alle mensen van goede wil. En dan moet je de deur openzetten voor ieder die komen wil. Het gebouw is in de 80-jarige oorlog kapotgeschoten. Toen zijn de paters ook gevlucht. En later komen de paters hier weer terug in 1628 en die restaureren een oude klooster. Tenminste, voor zover het nog kon. En die fase, die restauratiefase, die staat hier nog overeind. Wij zijn zelf hier vlakbij in de Tramstraat ooit begonnen. Ons huidige hoofdkantoor zit ook op een steenworp afstand. Wij zijn dus echt in Eindhoven gevestigd. Ja, en dit is het oudste gebied van Eindhoven. Augustijnen hebben altijd, zeker vanuit het verleden, een functie gehad in de stad, maatschappelijk gericht. Ik zou alleen al willen noemen de aandacht voor de minder bedeelde mensen. De daklozen met name. Ik geloof oprecht dat het heel goed bij elkaar past. Is dat wat de paters altijd bedoeld hebben met hun Marienhagen en met de Paterskerk en het oude Augustianum. Dat is iets wat echt ons op het lijf geschreven is. Ook wij zijn een organisatie van midden in de samenleving in dingen willen doen met hart en ziel voor de samenleving. Hey, maar als de Dela dit gaat kopen, dit complex, dan heb ik er alle vertrouwen in dat, ik noem dat zelf al eens, dat het verhaal doorgaat. Zij het op een andere manier, dan zie ik daar aspecten in van verdieping, van ontmoeting, van mensen samenbrengen. In die zin heb ik daar veel vertrouwen en veel geloof in. Dat gevoel heb ik dat dat doorgaat, ook naar de toekomst toe, ook als wij er niet meer zijn. Het is mooi als dit complex op een of andere manier behouden kan worden, in wat voor manier. En het zou leuk zijn natuurlijk als hier echt een functie aan toegekend gaat worden. Wat voor functie dan ook. Het complex bestaat eigenlijk uit vier onderdelen. Je hebt wat wij hier in de volksmond noemen de Paterskerk. Dat wordt een groot ceremoniehuis. Dan heb je het oude Augustianum en het internaatsgebouw. Daar maken we een congreshotel van. Dan heb je studentenkapel en die bestaat eigenlijk uit twee gedeelten, de begaande grond. En op de eerste verdieping is studentenkapel. Dat wordt een kleine ceremoniehuis voor kleinere ceremonies. En op de begaande grond komt dan nog een mooie brasserie. En tot slot, dan heb je nog de binnentuin. Die wordt echt helemaal opengemaakt voor het publiek. En dan vanuit de stad kun je langs de kerk via een nieuwe galerij, door de binnentuinen, naar de Dom en over de Dom verder lopen. De kerk is uit 1898 en later is langs de kerk ook nog een jongensinternaat gebouwd, het Augustinianum. En daar hebben heel veel prominente katholieke politici zijn hier geschoold. Dries van Acht bijvoorbeeld, die is later commissaris van de Koningin in Brabant geweest. Een van de beroemdste mensen die hier gewoond heeft, dat was tenminste in de vorige eeuw, dat was Pater Leopold Verhagen. En die is bekend van zijn weekafsluitingen op de televisie. De logica van die kerk, de essentie van het gebouw van de kerk, houden wij in ere. Het is een gebouw wat iedereen ziet als een kerk, maar niet met de ballast van het instituut van de kerk.
En de spirituele van die kerk, dat handhaven wij voor alle mogelijke ceremonies. Dus zowel voor een uitvaart als voor een trouwpartij. Het is een gebouw waar je kunt rouwen en trouwen. Waar andere mooie ceremoniële functies plaats kunnen vinden. Waar ook concerten plaats kunnen vinden. Bezinningsactiviteit, etc. Noem maar op. Het mooiste stukje van dit terrein is denk ik de zolder van de oudste vleugel die hier staat. Daar zit een fantastisch mooie en voor Eindhoven heel unieke eikenhouten kapconstructie in. Het is een gebindconstructie, V-vormig op zijn kop. En er zitten telmerken in en je kunt ook zien, bouwhistorici kunnen daar zien hoe de kap hierop geplaatst is in twee fases. Want de nummering begint in het midden en het gaat twee kanten uit. Omdat we deze plek gaan verlaten. Het is een dierbare plek waar de Augustijnen 125 jaar, dat is niet niks, 125 jaar hebben gewoond en geleefd, idealen hebben beleefd en uitgestraald. En dat gaan we nu verlaten omdat we oud zijn geworden. Het wordt minder pijnlijk, hè, als je het geloof hebt dat het op een of andere manier doorgaat. Thank you.